allebei niet. Maar nee, maar het VVD, is gewoon, CDA, het is gewoon heel duidelijk. Maar weet je, het gaat om meer dan dat. Het gaat om ook dat je denkt, we zijn samen begonnen met een project. En dat project begint nu goed te lopen. En als je kijkt naar alle dingen, naar de economie die aantrekt, naar de investeringen in onderwijs die hun vruchten beginnen af te werpen, dan wil je dat ook samen afmaken. Dan gun je toch niet dat iemand anders de vruchten gaat plukken van het harde werk dat je hebt gedaan. Maar na twee jaar. Gaat het zover zeker goed in de. Je begint, ziet de gezondheidszorg en de verzorging van ouderen vandaag. Dat gaat allemaal langzaam. Als jullie zeggen, verschrikkelijk langzaam. De maar, toestand in even maar, huizen. Het begint, op een gegeven moment, ja, dat ben ik met je eens. Maar dat neemt niet weg dat je op een gegeven moment ook wil doorgaan om dingen te veranderen. We en we het weten dat met de PvdA dat zeker niet gaat lukken. Geen 6.000 asielzoekers, vindt u dat voor uzelf een punt wat van belang is? Het zou ontzettend mooi zijn, dat hebben we altijd gewild. Generaal, pardon. Dat hebben we altijd gewild en dat zullen we ook nog steeds willen. En misschien dat we dat over 2, 3, 4, 5 jaar helaas, dat we nog steeds mee zitten. 4, 5 weken. En zo, maar dat is natuurlijk iets wat D66 altijd heeft gewild. Maar ik kan niks over zeggen of dat nu aan de orde is. De VVD wil eigenlijk bestuurlijke vernieuwing, heeft Tom de Graaf ook aan jullie uitgelegd. Wil die eigenlijk, die willen daar niet meer verder aan tornen. Dan komt er een nieuwe minister en die is verantwoordelijk voor de Antillen. Dus één dag in de week. Wat gaat hij de andere dagen doen? Ja, er is een grote stedenbeleid, zoals je weet. Daar is, in die grote steden is nogal wat mis. En ik moet zeggen dat ik vind de toon die mevrouw Verdonk momenteel aanslaat over nou ja, allochtonen en buitenlanders en dan aanpassen en op die manier. Ik vind dat daar best wel wat tegenover mag staan. Met in die grote steden waar mensen goed samenwerken, waar er ook een hele nieuwe impulsen komen. Ondernemers van allochtone afkomst, mensen die goed samenwerken. Ik vind niet dat we altijd maar op één hoop moeten gooien. Ik vind dat daar wel een goed fris tegengeluid mag komen. Dus daar denk ik ligt een grote uitdaging. Die minister gaat over de grondrechten. Nou, en op het punt van de bestuurlijke vernieuwing, en ik denk dat met name ook in zijn algemeenheid aan de andere overheid. Ik erg me nog steeds dood aan die overheid. Aan die leemlagen die Nederland tegenhouden. En al die bureaucratie. Aan mensen die maar niet reageren als je belt. En gemeenten die geen vergunningen geven en zo. Daar moet nog gigantisch veel gebeuren. En ik moet zeggen, dat is wel ontzettend leuk als we daar een minister hebben die daar gewoon keihard nog tegenaan gaat schoppen. Omgaan met allochtonen. Kunnen ze dan bij Ajax wat leren? Want jullie sterven natuurlijk van in de jeugd met zogenaamde allochtone spelers. Ja, nee, dat, wij ondervinden. Hoe komt zo'n ministerie bij Ajax om te kijken hoe dat gaat en hoe dat functioneert bij jullie? Of nee, dat hebben ze nog nooit gezien. Ja, ik vind dat in het voetbal loopt het echt voor. Er zijn de rolmodellen, daar zijn mensen die gewoon worden beoordeeld op hun voetbalprestaties en niet op hun huidskleur. Zo hoort het ook. Maar mag ik nog één klein vraagje daarover stellen? Hoe lang, want ze zijn nog steeds aan het vergaderen en de Pasen is de Pasen. Hoe lang kan het nog duren, naar je gevoel, voordat ze uiteindelijk uitonderhandeld zijn? Nou, het moet geen weken gaan duren. Nee. Wat is je limiet? Volgende week gaan ze de paasdagen door? Of gaan jullie op het TS-station en naar huis? Nou, alle verloven zijn ingetrokken. Dus iedereen alle moet. Dat lijkt wel vroeger dienst. Komen de Russen eraan? Ja. Nee, maar het is natuurlijk zo dat stel dat er een akkoord is, dan moeten we gaan overleggen met alle de fractie zijn en zo. Dus we gaan wel doorwerken, U weet het, Tom de Graaf is gisteren afgetreden als minister. Er is een kleine crisis in Den Haag en de stelling van vanavond luidde: de PvdA heeft geen schuld aan deze crisis. Er is massaal gestemd en een toch wel verrassende uitslag, want het is bijna gelijk. 49% is daarmee eens en 51% is het daarmee oneens. Even Danny Blind nog over... Verbaast je het trouwens, deze uitslag? Ja. Had je niet meer gedacht dat de Partij van de Arbeid op zo'n donder zou krijgen? Het is natuurlijk krankzinnig. Ik bedoel dat je gewoon mensen niet genoeg vertrouwt om een eigen burgemeester te kiezen. Het is maar ik ga even de stelling bij de verrast. Ja, maar, dus het volk vindt dus niet alleen de Partij van de Arbeid schuld, maar ook de VVD, denk ik namelijk. Wat Tom de Graaf gisteren zelf gezegd heeft. Nou, misschien dat er ook nog bij komt, ja. Je hebt heel dicht bij alles gezeten. Het volk. Was dat rettekatet voor je? Ik bedoel, vond je dat lekker? Je bent zo gespannen. Je bent zo gespannen en je probeert een goede banen te leiden en zo. Dus ik vind dat heel moeilijk. Maar je zit soms in het centrum even van de macht. Maar soms zit je wel te denken van, dit is wel historisch. En ik maak ook aantekeningen dat ik later denk van, hoe ging het ook alweer precies en zo. Komt een boek over? Nou, dat weet ik niet. Maar het is wel dat je denkt van, dit is iets heel spannends. Ben je wel eens kwaad geweest? Heb je wel eens geërgerd in dat gesprek? Ja. Op natuurlijk, wie? Natuurlijk. Ja, dat zeg ik natuurlijk. Nee, natuurlijk dat komt niet in mijn boek dan. Ja, goed. Dan weet ik tenminste dat jij het gaat lezen.